Vandaag hebben we Suzanne Rijk van Synthese te gast en we gaan het hebben over het SWOP-project. Wat houdt het in, Suzanne, het SWOP-project? SWOP is het Engelse woord voor uitruilen, ruilen. En staat in Leudal voor samenwerken aan partnerschap. Het wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Na de succesvolle versie van SWOP 2015 hebben we in 2016 van de gemeente Leudal opnieuw de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met het organiseren van deze maatschappelijke beursvloer. Oké, en wat gaat er dan precies gebeuren? Het is een ruil tussen organisaties, bedrijfsleven. Ja. En wat kan er precies geruild worden? Met SWOP proberen wij bedrijfsleven en het verenigingsleven, stichtingen, maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen en te kijken wat zij elkaar te bieden hebben. Er wordt met gesloten beurzen worden er goederen en diensten uitgewisseld. Je kan daarbij bijvoorbeeld denken aan een communicatiebureau, wat goed is in communicatie op het gebied van websites bouwen. Vorig jaar is een communicatiebureau geweest wat zijn dienst heeft aangeboden aan de Zonnebloem. En hun website heeft verfraaid. En in ruil daarvoor is de naamsvermelding van dat communicatiebureau op de website gekomen. Dus zo kun je met elkaar dingen uitwisselen en kun je er allebei beter van worden zonder dat er 1 cent over tafel gaat. En jullie doen ook de coördinatie tussen de voorstellen die van de diverse instanties enzovoorts komen? Nou, we geven volgende week maandag 21 maart een workshop. Dat is de workshop Goeie Deal. En daarin leren wij mensen hoe je nou je aanbod kan formuleren en hoe je je vraag kan formuleren. En hoe je dat dan bij elkaar kan brengen. Daar is de beursvloer voor. Maar op de beursvloer, SWOP zelf vindt plaats op 21 april. Daar zijn ook hoekmannen aanwezig, net als dat op een echte beursvloer is. En die hoekmannen die helpen ook om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Die weten van tevoren welke organisaties er komen, welke bedrijven er aanwezig zijn. En die coördineren dan een beetje om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Maar is het zo dat die SWOPs in feite alleen maar op zo'n beurs kunnen plaatsvinden? Of kun je buiten de beurs om of na de beurs toch ook nog een SWOP tot stand? Ja, zeker. Ja, het is, en werkt dat dan? Ja, het is met name ook een netwerkbijeenkomst. Als je op dat moment zelf niet tot een SWOP kan komen, heb je wel de mogelijkheid om je netwerk daar uit te breiden. En zoals gezegd, volgende week is dan de voorbereidende workshop. Daar ontmoeten mensen elkaar natuurlijk ook al en kunnen op ideeën gebracht worden. En weten ook, die heb ik daar al gezien op die workshop. En zo zouden er ook al van tevoren SWOPs kunnen ontstaan. Mensen kunnen die melden bij ons op onze website. Is dat de website van Synthese of van de SWOP? Nee, dat is de website van SWOP. Dat is www.swopleudal.nl. Op die website vermelden wij dan de SWOPs die al aangemeld zijn. De deals die tot stand gebracht zijn, die zijn daar al na te lezen ook. Ook de deals van vorig jaar. En kun je nog aangeven of een SWOP aan bepaalde voorwaarden moet voldoen? Dat is wat je in onderlinge overeenstemming met elkaar afspreekt. Okay, daar gaan jullie verder ook niet tussen zitten. Nee. Dat is wat nee. En komt er ook nog een soort contract tussen de partijen als ze iets overeengekomen zijn? Ja, op het moment dat partijen het eens zijn over de deal die ze willen sluiten, zorgt de hoekman voor een matchformulier. Dat formulier wordt door partijen samen ingevuld. En op SWOP, op de beursvloer, is een rekenkamer aanwezig. De burgemeester is daar de voorzitter van. Die zet officieel zijn handtekening onder het contract. En er wordt een kopie gemaakt voor de ene partij en de andere partij. En zit er ook een soort juridische... het is natuurlijk wel een vorm van contract, maar het is eigenlijk meer een bevestiging van de afspraak. Precies. Dat je je daar eigenlijk gewoon netjes aan houdt, maar het is niet zo dat je daarop achtervolgt, zeg maar. Er zitten geen juridische consequenties aan vast als je het niet nakomt. Maar goed, als wij iets afspreken, dan is het wel netjes. Een woord, een woord. Dat is een beetje het idee. En dat is ook gewoon duidelijk als je weet wat je met elkaar afgesproken hebt. Precies. We vinden het wel leuk als mensen achteraf aan ons terugmelden van de deal is uitgevoerd.
En ja, als we daar dan ook nog een foto van mogen ontvangen, ja, dan vinden wij dat ook wel heel erg leuk om op onze website te laten zien wat het heeft opgeleverd. Ja. Dat is een fantastisch idee en we hopen dat dat een heel groot succes mag worden. Dankjewel voor de toelichting. Graag gedaan.